Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee van Zanden. In Lucas 5, vers 17 komen we bij een geschiedenis die bekend staat als de genezing van de verlamden. Dezelfde geschiedenis vinden we ook in Matteüs 9 en in Markus 2. In totaal staat het dus 3 maal in de Bijbel. En als ons iets 3 maal verteld wordt, zegt Spurgeon in een preek over deze tekst, dan is het blijkbaar 3-dubbel belangrijk en is het onze nauwkeurige overweging ten volle waard. Ik lees eerst met u wat er staat. Vers 17. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat er farizeeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren, en er was kracht van de Heere om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en ze probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen, maar toen ze vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen ze het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden, voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, Man, uw zonden zijn u vergeven. Het wordt zo langzamerhand wel een groot gemengd gezelschap dat zich om Jezus heen begint te vergaderen. Het hele land begint uit te lopen om in de nabijheid van Jezus te komen. De mensen komen uit alle hoeken en gaten en dorpen en provincies en helemaal voorop lopen de farizeeën en de schriftgeleerden. Wij zouden zeggen de theologen en de dominees en de ouderlingen. Wat komen ze doen? Als de godsdienstige leiders van het volk voorgaan in het opzoeken van Jezus, dan zou je nog wel goede hoop kunnen hebben ook. Maar uit het vervolg van Lucas 5 en het begin van hoofdstuk 6 zal blijken dat ze nu net niet komen om te zien in hoeverre deze Jezus inderdaad het koninkrijk der hemelen komt brengen. Om getuige te zijn van de kracht van de Heere die er was om te genezen. Ze zijn eerder gekomen om de confrontatie met hem aan te gaan. Om hem te vangen in zijn woorden, om hem klem te zetten, om hem uiteindelijk te kunnen ontmaskeren als een godsdienstige bedrieger. Maar de farizeeën en de schriftgeleerden zijn de enigen niet. Gelukkig maar. Achter hen loopt nog een hele menigte van mensen. Waarom zijn die dan gekomen? Nou, het zal wel net zo geweest zijn als dat het bij ons is op zondag in de kerk. De een komt uit nieuwsgierigheid, de ander uit gewoonte. Weer een ander moest mee van zijn vader en moeder en nog weer een ander wordt gedreven door een heilig verlangen om simpelweg bij hem te zijn. En helemaal achteraan, daar komen de vermoeiden, de aarzelaars, de twijfelaars en de zieken. Het zijn de mensen die met hun nood bij Jezus komen. Zo zien we ze komen. Eersten, laatsten en van alles ertussenin. En ook in deze geschiedenis zal het bewaarheid worden. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Want als allerlaatsten komen er 5 mannen aangelopen. Of nou ja, aangelopen. 4 van hen zijn lopend en 1 van hen ligt tussen hen in op een bed. Al snel blijkt dat hij niet alleen in lichamelijke zin door hen gedragen wordt. Ook in geestelijke zin dragen ze hun vriend. Ze doen er alles aan om hem te brengen op de beste plaats. Aan de voeten van Jezus. Maar de mensen staan ertussen. Dat kan dus. En met name kerkmensen zoals u en ik moeten ons daar ook eerlijk op onderzoeken. Of wij niet ook, voor hen die buiten staan, door ons doen en laten niet eerder een belemmering zijn dan dat we uitnodigend zijn. Dat we niet per ongeluk de mensen eerder bij Christus vandaan jagen dan dat we ze bij hem brengen. Gelukkig zijn de 4 vrienden niet in 1 gat te vangen. Waar een wil is, is een weg, denken ze. En als het niet over de grond kan, dan zoeken we het wel hoger op. Zoals veel huizen in het oude Israël had blijkbaar ook dit huis een trap buitenshuis die naar het platte dak leidde.
De jongens tillen hun vriend naar boven, ze breken de vloertegels weg en laten hun vriend zakken tot voor de voeten van de Heere. Je moet maar durven. Je moet er de moeite maar voor nemen. Je moet er de kracht en het geduld en de inspanning maar voor opbrengen, maar Jezus ziet het. Het blijft niet onopgemerkt. Want dat is waar het op uitloopt. Hij ziet hun geloof. Hun geloof. En dan ben ik het hartelijk met Calvijn eens. Hij zegt, dat is het geloof van die vier plus één. Hun vriendschap is wat dat betreft de mooiste vriendschap die er is. Een vriendschap in het geloof. Uw zonden zijn u vergeven, zegt Jezus. Daarmee is die man natuurlijk van zijn matras nog niet af. En toch zal blijken dat de vergeving der zonden het middel is om van alle kwalen verlost te worden. Want waar zonden zijn vergeven, daar ligt het goed tussen hemel en aarde. Daar ligt het goed tussen de vader en zijn kinderen. Daar ligt het goed tussen God en mijn ziel. En dan kan er nog steeds van alles mis zijn in mijn leven. Dan kan er ziekte zijn en tegenslag en moeite en aanklevende zonden en verdriet. Maar dan wordt toch de angel eruit gehaald. We zeiden, de vriendschap van deze vijf is een vriendschap in geloof. Maar het geheim van de vriendschap van deze vijf is nog een zesde. Dat is degene aan wiens voeten de vier vrienden hun vijfde vriend brengen, Jezus Christus, de zesde van de vijf vrienden, die als een goede herder dat verloren schaapje op zijn schouders neemt, om het eigenhandig terug te dragen naar waar het hoort, naar de kudde. En dan wordt het toch waar wat het lied zingt. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. We eindigen met gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.